Bij hoeveel bedrijven gaat het nog zo? De baas bepaalt en het personeel voert uit. Maar ondertussen gaat er heel veel talent verloren. En dat kan anders, vindt Erik Damhuis van Brain of Buildings. We moeten veel meer gaan sociaal innoveren, Erik. Brain of Buildings is een ingenieursbedrijf voor de bouw. Ja. Hoe hoog is het ziekteverzuim in jouw bedrijf? Nihil. Nihil bedoel ik mee van als jij kijkt in welke mate mensen betrokken zijn bij hun werk. En hoe deze, als je jezelf overdag niet goed voelt of je kan zelf de tijd nemen om even een stapje terug te doen. Mm-hmm. Ik merk dat het ziekteverzuim gewoon met sprongen achteruit gaat. En ik denk dat wij nauwelijks ziekteverzuim hebben. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ik denk dat daar geluk een hele belangrijke factor in speelt. Geluk bij de werknemers? Ja, geluk bij de werknemers. Geluk als een soort van rode draad door je bedrijf. Daar zit een hele gedachte achter. Het is ooit ontstaan met de gedachte van God, wil je een bedrijf hebben wat net zo goed is dat je zelf bent? Of wil je het maximaal uit iedereen halen? En dan is de som van de eenheden is dan echt een veelvoud, zeg maar. En daar hebben we voor gekozen om, het begint bij mezelf, bij een hele kwetsbare opstelling als ondernemer. En mensen uit te dagen om deel te nemen in het bedrijf. Is dat niet lastig? Ja, als je zegt loslaten is lastig, ja, loslaten is erg lastig. Maar ik kan iedereen aanraden om heel erg te gaan proberen om los te laten. Mm-hmm. Want daarmee, ja, ruimte kun je niet geven. Ruimte is er of ruimte is er niet. Maar daarmee ontstaat er heel veel ruimte voor talent. Oké. Okay. Iedere ochtend doe je met je mensen een scrum en dat doen jullie dan staand, hè? Er zijn een specifiek aantal vragen waar je antwoord op geeft. De eerste vraag is, wat heb je gisteren gedaan? De tweede vraag is, wat ga je vandaag doen? En de derde vraag is, wat houd je tegen om het te doen? En vooral die laatste vraag is heel erg belangrijk, omdat dat voor de teamleden ingang is om in te schieten op onzekerheden of dingen waar hulp geboden kan worden. Ik ga voorbereiden voor afspraken van morgen en vanmiddag heb ik nog een engineeringsoverleg. En niets houdt me tegen daarin. Nee, geen hulp meer nodig. Ja, alleen jou eventjes straks, maar okay. Goed, dat moet wel lukken. Die derde vraag kan ook heel persoonlijk zijn. Dus je kunt ook hulp bieden op het persoonlijke vlak. Dus als iemand, als je ziet dat iemand ergens moeilijk mee heeft, of zelf heb je het eventjes niet makkelijk met een bepaald onderwerp, dan kun je dat gewoon in de groep gooien. Het heeft de relatie zeer verbeterd met mijn collega's. Het was al een goede relatie, maar ja, je kunt je voorstellen dat het wat intiemer wordt. En dat je, ja, door dat contact met elkaar, dat je, ja, van elkaar op de hoogte bent, dat je echt weet wat er speelt. Je staat ook echt in die kring, je hebt echt contact. En ja, dat is heel belangrijk. Maar kun je ook echt verdiepen? Het is niet de bedoeling om tijdens de scrum te verdiepen. Nee. Het is, dat komt hier niet zo goed naar voren, maar de scrum zit een maximale tijdlimiet op van 15 minuten. Je zit hier nou een kleine groep, maar als de groep groter wordt en iedereen gaat die vraag beantwoorden, zeg maar, dan is die 15 minuten echt wel een ding. Ja. Maar we beginnen exact om 9 uur en we eindigen exact om 9:15. Dus als er zaken zijn waar we elkaar moeten gaan helpen, dus ik heb een probleem en jij kan mij helpen, dan tillen we het buiten de scrum. Oké, maar is dit niet gewoon staand vergaderen? We noemen het ook een stand-up. Ja. Nee, maar is het dan anders, zeg maar, als dat je dit zo doet? Of dat je gewoon iedere ochtend met elkaar even gaat zitten? Ja, maar als je gaat zitten, dan ga ik weer uitdagen om er een gesprek van te maken en het langer te laten duren. Dus heel bewust voor gekozen om te gaan staan. Mm-hmm. En alleen maar die drie vragen te beantwoorden, verder niks. En dan de basis van het beantwoorden van die vragen, dat is dan wel openheid en transparantie en vertrouwen. Maar kan iedereen hier aan meedoen? Ja, absoluut. Ja? Maar, nou, ik bedoel ook qua tijd is iedereen om 9 uur dan ook aanwezig. Nee, dat vind ik dan ook minder belangrijk. Maar kan iedereen zich, zeg maar, zo uiten? Om te zeggen van, ja, ja, dat je daar gaat staan en zegt van, nou ja, dit zit me toch wel dwars. Nou, dan moet ik toch. Niet iedereen kan dat. Het hoeft ook niet, maar het is onze manier van werken. En als jij besluit om het te willen leren, dan gaan we je heel graag helpen om het te leren, zeg maar. Daar ruimen we zeker tijd voor in. Maar als jij besluit van, dit past niet voor mij, ja, dan pas jij niet bij ons bedrijf. Maar dus is het niet zo dat er altijd één zeiker nog tussen zit die dan iedere dag met dezelfde problemen komt? Eigenlijk zijn we allemaal zeikers. Want we komen allemaal met onze problemen en onze. Maar het is niet alleen dat je zelf ergens over zeikt, zeg maar even. Maar je biedt ook hulp aan de ander die hulp nodig heeft. Ja. Dus net had ik het over het inzetten van talenten.
als iemand zegt van ik moet vandaag een begroting maken, maar dat zei hij gisteren en eergisteren ook al, dan verwachten we ook van zo'n groep dat hij gaat inspelen. Gaat zeggen van joh, je zei er gisteren ook al, je moet hem klaar hebben, kan ik je helpen? En dan is het natuurlijk heel mooi dat je op jouw kwaliteit iemand kan helpen die het vak moet leren. Juist. Maar hij creëert ook een veilige omgeving, hè? Waardoor dat je ook mag falen en kwetsbaar mag zijn. Hè? Maar is dit voor jou, Bob? Ja, 1500 mensen. Ja. Dat is een wat andere dingen. Maar zijn motivatie en hij doet dan scrummen. Wij hebben weer andere manieren om elkaar echt goed in de ogen te kijken en te acteren op elkaar. Mm-hmm. Elkaar te helpen. Maar dit is absoluut een hele leuke methode. Dus ik ga eens kijken of dat een... En qua groeicijfers, is daar dan nog iets van te zeggen? Van dit bedrijf? Mm-hmm. We komen natuurlijk uit een lastige situatie, maar ik kan wel zeggen dat we tegen de stroom van de crisis in absoluut gegroeid zijn. En je denkt dat dat mede ook komt door deze manier van daar werken met... Daar ben ik 100% van overtuigd. Okay.